Goedemorgen. We zitten in de auto te wachten, eigenlijk op Arjan. We gaan naar de Efteling, maar ja, hij wilde de GoPro op de dashboard hebben, maar hij is standaard vergeten, dus die even boven halen. Dat is ook zoveel werk, vreselijk. Helemaal naar boven lopen. Maar we gaan naar de Efteling. Het is het eerste jaar, we hadden het net over het eerste jaar dat we regen hebben. Butweer. Nou ja, but weer. Het was maar but weer, dat ik tenminste nog een beetje citroentje erbij en dat je lekker in but gaat. Dus, maar ja, even wachten op Arjan en dan gaan we lekker een stukje kachelen naar de Efteling. En dan hebben we zomeravond, gaan we meemaken. Zomeravond? Ja, zomeravond. Kijk, zomer. Herfstavond, zeg ik. Dus, dat gaan we meemaken. We gaan naar Risti, hoor. Yeah. Heb je nou het standaard? Had niet gehoeven, joh. Nee? Nee, joh. Nee. Dus we zien jullie straks in de Efteling. Oh. We zijn inmiddels binnen. We zouden naar het zonnige zuiden gaan. Dat is niet gelukt. Dus we gaan eerst de droge attracties pakken. Oosten? Ja. Oosten. Met de tafereelen. Oosterse tafereelen. Maar van dit weer krijg ik wel een beetje het heen en weer ook. Dus we gaan in ieder geval nu even lekker droog zitten. Vorig jaar helemaal niet gezien, die tijger en die dingen en die apen. Wat leuk. Is het water alweer wat hoger of niet? Voor mij wel, hè? Waarom zit er weer tanden? Ja. Vlogception. Wat hebben jullie voor lekkers? Appelflap? Appelflap. Zien ze een broodje? Ik ook. Kappertje. De bal uit eigen keuken. Suus heeft een theetje, een beetje last van de keel. En samen een sausijs. Maar dat heeft er een beetje mee te maken. We hebben namelijk net bij Arjan en Daan een heerlijke appeltaart al op. Dus puur even voor de smaakpilletjes. Ik blijf even mee. Doe ik zelf. Ja, dat geef ik. Het is gewoon dubbel. Ik heb hier gewoon zelf en daar. Dat maakt allemaal niet uit. Dat doen we gewoon. Ik wil wel zeggen, jouw lens is wel makkelijker naar te kijken dan het kleine dingetje van mij. Dus wat dat betreft, dat alleen al is een pluspunt. Dus we gaan even lekker van de koffie genieten, een beetje opwarmen en afkoelen. Want het is koud, maar zweterig. Ja, dat is. Hoe is het met je keel, schat? Goed. Je hoort het. Dus, ja. 0906 9500. Altijd hebben we lekker weer gehad. Mocht er een keer van komen. Regen. Teleurstelling. Wat zei je, schat? Beetje jammer wel. Ja, hè, toch wel. Maar het trekt al op, ziet al lichter worden. Het blijft maar 30 graden. Of is het dak van het huis gewaaid? Kan ook natuurlijk, hè? Hey, dat is in Florida, je bent een beetje in de war, Arjan. Ja, het jaren. Daar regent het. Het wordt al jaren in de war. daar regent het en dan blijven 30 graden. Ik denk, even afkoelen? Nee. Hier is het, zal maar zeggen, buiten koud van de regen en binnen gelijk bloedje heet. Binnen 30 graden, buiten 9. Nou, we gaan even richting het spookslot. Dat is ook wederom droog. Ik moet wel zeggen, ik probeer er toch een beetje positief van te kijken. Florida ga je naar binnen om airco te hebben. Hier ga je naar binnen om droog te zijn. Ik voel toch wel een connectie. Ja, dit heb je voor de ook, maar dan meestal tussen 1 of 4 en 5. Nou ja, ik durf dat al kort te zeggen, meestal tussen 4 en 5 over 4. Ja, niet altijd tegenstellen, maar... Soms is het wat langer. Duurt het tot 4:15. En soms is het heel de avond, hebben we ook al meegemaakt. Ja. Niet roken.
weg naar Symbolica, kijken wat de wachttijd daar doet. We hebben vorige keer wel een beetje geleerd dat 's morgens vroeg het daar stervens druk is. Een beetje compleet onnodig voor de rest, maar. En dan wat later op wordt het rustiger. Kijk, het water, ik zie geen regendruppels meer, het is droog. Het is droog. Ja, ik neem wel op. Ah, met één keer een foutje maken, jongen. Ja, flauw hè. Gelijk afgerekend, hè? Ja, dat is echt vreselijk dit. Beetje gemeen ook. Zeker leuk natuurlijk. De ijsding. Ik wil die keer wil ik wel een ijsje, schat. Iedere keer zeg ik het. Symbolica. Ja, wij zijn inmiddels al twee keer geweest. Arjen en Daan nog nooit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat ze ervan van vinden. Ja, wij zijn er al twee keer geweest, hè? Ja, wij zijn drie tours. Ja, schat, moet het niet gefilmd worden? We hebben ook eigenlijk ook voor het eerst, we zijn nou om te zeggen naast Pollen, dus een beetje traditie was dat geworden. Ja. Die gaan we breken vandaag. Ja, precies. We gaan vanavond gaan vette bek halen, om het even zo te zeggen. Bij het wapen van Ravelijn. Kijken of dat lekker is. Het ziet er lekker uit en dat komt vast goed. En volgens mij, ik zie geen hoofdjes in de wachtrij staan, dus dat valt op zich mee. Dit is goed te doen, het loopt redelijk door. Voor mij valt het mee. Voor mij staat er 70, maar dat is het nooit. Het staat al helemaal daar. Dat is echt geen 70 minuten. We gaan het, ik zeg gewoon trotseren. Als iedereen weer, zal maar zeggen, stopt met schuilen voor de ingang. Dat is normaal. We gaan hem gewoon weer doen, Symbolesia. Ik ben erg benieuwd naar jullie meningen, zeg maar. Wat het gaat zijn. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening, ja. Wij vinden hem erg leuk voor Efteling, qua Efteling-stijl, zeg maar. Ja. En daar hou ik het even bij voorlopig. Yes, man. En wil je weten hoe het afloopt? Lees het dan zelf. Ik zeg niet wat we gaan doen, maar neem je zwemspullen mee. Duurt het nog lang? Ja. Uit naam van de koning, geliefde landgenoten van alle rangen en standen en alle windstreken. Vandaag nodigt onze koning Pardelfus Domirano en ieder uit voor een exclusieve audiëntie. Ja, iedereen, hè? Die mensen. En ieder voor een exclusieve. Dat spreekt elkaar een beetje tegen, hè? Ja. Een soort opera is het, zeg maar. Jij krijgt het. Ja, precies. Open je wachtjes. 1, 2, 3. You get a car! You get a car! You get a car! Tegel 700, 77. 36 minuten. Niet slingeren. De helft van de wachttijd is het. Do not let litter stay behind and avoid rudeness. Welcome, welkom, bienvenue, welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal! Dus onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. You want it through the palace of fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! What's happening with
No, 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 no. Stop. Een beetje actief verdrukken. Ja, ik en een beetje interactief schoon. Ja, precies. Speciaal voor mij. Eigenlijk zei je, het interactieve gedeelte mag best wat minder interactief zijn. Is dat een waar je dit niet voor? Het is onduidelijk wat je precies moet doen en wat het doet als je het doet. Zeg maar. Ja, er gebeurt wel iets als je op de knop drukt, maar... Nou ja, sowieso het feit dat muziekorgeldinggeval bewoog, kwam door Suze en Daan. Ja, dat klopt. Als ze daar vanaf blijven, dan doet het dus gewoon echt helemaal niks.
Maar dat ronddraaien in die balzaal het laatst. Dat is druk. Voor mij zegt jullie... Dezelfde knop ook nog, dezelfde hoeken. Maar het wint niet. Beetje gek, nou ja. Maar voor de rest heel leuk, heel mooi. Hij is inderdaad heel erg mooi gemaakt. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is nu echt on the record voor ons de derde keer dat we erin zijn geweest. Ik vind hem, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk best een beetje saai. Nee, ik vind wel dat stuk van de botanicum vind ik echt heel erg leuk. Dat is dat blijft, dat is nog steeds van vanaf begin af aan vind ik dat gewoon het leukste stuk. Ook leuk gedaan dat je zal maar zeggen dat het barst en dat het water ook echt gaat lekken. Dat is nu een half uurtje, dat is ook prima voor wat je krijgt. Maar als je er een half uur in de rij moet staan, dan... Ja, voor een eerste keer is dat best, vind ik het best waard. Alleen, het is... Niet voor een tweede keer. Zeker als je vergelijkt met de Fata Morgana of met Droomvlucht. Ik weet niet, om een of andere... Ik vind hem saai. Hij is te traag, maar is niet echt het goede woord. Want hij gaat best goed door, maar... Ik weet het niet. Hij is mooi. Daar is niks mis mee. Hij zit heel mooi in elkaar gezet. Alleen er ontbreekt iets en ik weet niet wat. Maar dat Efteling kennen, dan wordt er getweakt en volgend jaar zit er ineens 86 nieuwe scènes in. En is ineens helemaal leuk. Maar het is in ieder geval, hij is mooi gemaakt om toch even met een positieve afsluiter af te sluiten, zeg maar. En ik ruik wafels. Bij de donuts. Even zo druk niet meer gezien. Maar hoe lang? We zijn 25? Misschien 25. Ongeveer 25. We gaan hem weer... Ik wil haast nog ver geslingerd. We gaan hem nu starten. Nou, we zijn bijna bij het instappen. Hoe is het met het klokje? Het klokje? Tussentijdje. Wat gaat het niet doen? En wat was ons verteld? 25 minuten. Plus minus 25 minuten. Nou, dit gaat niet 10 minuten duren nog. We zijn bij het afstappen. Ik zet hem stop. Je mag hem stopzetten. Ik geloof het helemaal. En vervolgens gaat die stukken staan hier 10 minuten. Dat zet ik weer aan. Nou, we hebben hem weer gehad. Carnaval Festival. Daan was er zoveel onder de indruk. Die moesten van naar de wc. Maar uiteindelijk hebben we korter in de wachtrij plus attractie gestaan dan dat de attractie zelf opgaf. Dus dat valt op zich wel goed mee. En het zonnetje is zo waar gaan schijnen. Dus. Zonnetje bij man, zeg. Ja, echt hè? Ja. Ik heb mijn rugzakje zitten de mijne. Op sterkte ook nog eens een keer. Ik ga niet maar door de zon. Ja, precies. Als je me nou ook nog eens een keer niet zou kunnen horen, zou het helemaal perfect zijn, denk ik, of niet? Zeg je? Ja, precies. Maar het wordt gewoon nog een lekker weertje. Ook lekker. We gaan zo kijken wat de wachtrij is bij, hoe heet die, Vogelrok? Iemand voelt zich te oud voor. Dan moet je niet naar een carnaval gaan. Carnaval, precies. Suus gaat weer even aan de selfie. Selfie, ja. Hi, Jan. Ja. Guus is er ook, met heel zijn familie. Filmste motorcamera. Symbolesia, die was vorig jaar was die nog niet open. Toen waren ze nog aan het bouwen. Ja, precies. Die komt zo maar zeggen hier onderin zo. Kom, waar ben je daar? Dan komt zo hier. Zij zien hem, daar is hij. Was vorig jaar. Kijk, Guus is er ook. Zij dat tegen Guus, geloof dat Guus mee is. Hij is Barney. Barney? Nee, joh, wie dan wel? Barney. Wie dan wel? Het is geen Italië. Kijk, iemand die een echte kippenbal verdient. Die een echte wat? Een kippenbal verdient. Ja hoor, wij. Taggen. Je mag jezelf nooit taggen, vind ik dat zo stom. Maar even zal ik maar zeggen, we zijn nou in de Efteling, in de gondoletta. En je hebt het over kippiepan. Eigenlijk als we reclame maken voor de kippiepan, krijgen we vast wel, toch? Zeker. Kippiepan. Voor jou, en dat weet je. Zo slecht. Heel slecht. Ik zou de zinger dan achterwege laten. Joh. Ja. Dat, nou, praten gaat al niet makkelijk, laat staan zingen. Geen views mee, denk ik. Haak er de mensen af. Tunnelvisie. Het is wel een beetje nat. Ja,
jongens, even, ik zeg het nog één keer, we hebben niks. We hebben niks. En je krijgt niks ook. Ja, waarom, ik denk dat iedereen dat doet. Er gebeurt zoiets en dan zeggen mensen wel eens, we staan stil, maar je bent in een boot, dat kan helemaal niet. Nee, dank je. Nee, ik ga straks naar de kippenpan weg. .nl. Voor mij zijn er ook een aantal jonkies aan het geluid te horen. In Epcot en Magic Kingdom zijn de popcorn steentjes allemaal dicht, hè? Om exact deze reden. Vanwege de overlasten, omdat mensen maar zeggen, oh hier, ik voer ze wel hoor, leuk. Maar je hebt geluk dat er geen honden bij zijn. Dan lusten de honden geen brood van je. Precies. Wat is aan het doen? Ja, dan is kaas van je brood eten. Ja, precies. Vreselijk. Hier. Kaas voor ons kaasboer. Je lust toch geen oude kaas, schat? Je zit er gewoon serieus. Je zit het weg te stouwen en je zit er gelijk schuldig bij te kijken ook. Deze is maar lekker. Ken je dat filmpje van die hond? Waarbij zijn baas zegt dat hij honingrollade heeft weggegooid? Zo keek jij. Rotterdam vind ik niet lekker. Nee, maar dat is ook wel heel wat anders. Ik denk dat jij die horeca... Rotterdam, ik denk dat jij de horeca Old Amsterdam wel lekker vindt. Die is zacht en toch de smaak van Old Amsterdam. Jammer. Dan hoop ik niet dat hij zo smaakt. Nee, wat denk jij? Zou de baron zijn? Die was, nee. Ik snap de intentie, maar hij werkte niet. Sorry, nee, maar de echt een 8 voor inzet in ieder geval. Hij was goed geprobeerd. Ik heb het niet wel genoeg over nagedacht. Nee, maar het, hij werkte gewoon niet. Hij was, dat, ja. Zou het een zijn? Nee. Nee. Nee, ik zit ook te denken of je er nog wat van kan, dat je nog kan redden, maar... Nee. Ik heb een grapje van die hand. Nee, precies. Nee. Nou, mijn rolbroek zit er was. Kijk, hallo. Hallo. Ja, dat is het nadeel van die beestenvoeren, schat. Hier, naast je. Nee, ik wil er één daar. Ja. Hey. Ja, joh. Een aap. Nou, schat, even een stukje natuurkunde. Een aap is een heel ander soort beest. Die hebben geen vleugels. Kijk dan. Ja, je moet die beesten niet voeren. Ja, maar ik voer hun niet. Nee, ja. Daar hebben die beesten toch scheid dan? Zeg het even. Nee, niet voor jou. Jij mag niet. Jij hebt al gehad. Brutale aap. Pak het aan. Ook al ben je een vogel. Iedere keer als je denkt van nou hè, ze blijven weg. Geven ze weer wat. Ik hoop dat het op is nou. Gooi het dan gewoon lekker de kant op. Jongens, ga lekker naar zee mee, jongens. Hier, de scheid die onder waar je bij zit. Kappen met voeren, jongens. Nou, omdat ze echt gewoon zitten te schijten. Hier! Dat is wel bang voor me. Serieus, klaar nou. Serieus, ken je Alfred Hitchcock? Hier, kijk. Ze komen het halen. Ik zit wel om de film te zetten, ja.
Die ene was Fries, ik hoorde die ene zelfs een opmerking maken over je moeder. Heb je nou je zin? Daan! Je moeder een beetje. Ja, hartstikke. Kijk eens. Oh, oh. Hier, hij is kwaad. Hoor je het? Wie? Echt serieus? Moet je die ogen ook zien gewoon? Gooi het dan ver weg. Blijf het weer. Zo leuk, kijk eens hoe schattig. Maar ondertussen. Ja, leuk hè. Echt voor jongens. Mijn. Nou, hey. Sorry hoor, maar deze moet ik even maken. Deze gaat werken, ik weet het zeker. Wat zijn dat? Ja? Meeuwen, hè? Wat zeggen meeuwen in Finding Nemo? Mijn. Mai. Van de Baron de Mijn, snap je? Leg hem even uit. Maar. Leg hem wel eens even uit. De grap valt slecht. Ja. Loopt even. Ja, het was zo rustig. Leuk hè, die beestjes. Kijk eens hoor. Hier een verwilderde eend. Kijk dan. Bloed zit in zijn ogen. Beetje eend. En we gaan stilleggen ook, oh god. Ja, maar we hebben niks meer. Nee, dan weten die beestjes toch niet. Die komen het halen. Ja, ik vind het tegenvallen. Hij klinkt ook wel lekker, hè? Ja. Kijk, wij zijn de luie ploeg, zeg maar. Maar Sporty Spice gaat bovenlangs. Dit is de kortere route, hè? Ze legt toch nog te slapen. Die krijg je niet wakker, joh. Proberen. Weer in het Sprookjesbos even de tijd vullen voordat we zo lekker kunnen happen. Die lantaarns zijn wel leuk trouwens. Hadden vorige keer ook aan moeten staan. Nou, ze blijven ook gelijk in het weg ook. En sliep ze nog? Niet wakker te krijgen dat mensen, hè? We stappen door het ja, ik denk, ga toch, ik denk lopen hier naar boven, hoor. Dus ze legt toch op te pitten. Dus, Ja, wat zat eigenlijk op de kralen daar? Die kralen? Ja, dat kralen. Weet je zeker het kralen zijn? Ja, geen hairgel, zeg maar. Nee, ook iets anders. Ik denk het, ik heb geen idee. Ik dacht serieus, vorige keer maakte ik een hele flauwe grap over. Maar ik dacht nu echt serieus dat het echt gewoon een knapter was uit het raam. Ik weet het ook. Ja, ook. Ik gaan. Heb je? Ik heb. Dus speciaal papier is dit? Want gewone papieren doet het niet. Nou, we gaan het testen. Vorige keer deed hij dus niet. Ondankbare pestvent. Bedankt hier. Ja. Je hoort die hoe ook. Bedankt hoor. Bedankt hoor. Zou je nog eens wat geven? Vet klep. Ik wil wel. Dat
zak. Nou, bedankt hoor. Jongen. Maar hij maakt rustig, deed hij. Hij stikte die in mijn arm. Bedankt hoor, jongen. Nee. Oh, die was natuurlijk vorige keer ook nog dicht, of niet? Ja. Ja? Is hij al zo lang... Ja. Schoenmaker zat hij, schoenmaker. Even in de boot opsnallen. Ja, precies. Nou, we lopen de bos in. Onderweg naar het wapen van Ravelijn. We hebben hier nog nooit gegeten, maar we zagen wat foto's op internet voorbij komen. Jij zag wat foto's op internet voorbij. Ik zag wat foto's op internet voorbij komen. Die heb ik gedeeld, zodat anderen weer ook weer foto's op internet voorbij zagen komen via mij. En dat zag er gewoon goed uit, zeg maar. We gaan het meten. Het is wel gewoon wel leuk aangekleed ook hoor. Kijk, en ze hebben hier, zeg maar zeggen, ook echt middeleeuwse bliksemschichten. Het zijn echt mooie paarden. Het zijn ook heel een beetje zo'n beetje geheimzinnig te doen. Ravelijn. Even een hond brood ligt daar, zeg maar. Trek heel lang aan. Wat? Arjan, hey. Arjan gaat los. Dit is ons voorgerecht. Die zalmpjes is eigenlijk het enige waarvan ik zeg, nee, maar dat ligt aan mijn smaak. Maar dat is voor de rest, die kunnen we gewoon aan jullie overlaten, zeg maar. Zeker. Maar de rest, kijk eens, gewoon lekker. Ik zat te denken, dit voor jou, dat is fruit en de rest is regenwoud. Ja, je kunt het wel goed hebben, zeg maar. Het is niet erg. Ik vind dat ook wel. Ja, dat is allemaal lekker. Ik ga in ieder geval beginnen met een stukje kaas. Eet smakelijk trouwens, jongen. Ik vind het echt heel leuk. Nou, toch wel? Nu al. Chatting is ook wel leuk, hoor. Tussen de gewelven zo, leuk. Ja, ik vind het nu wel leuk. Ja, waar staat het? Spuur. Ik ga ze wel een juppie nemen, denk ik. Arjan is van het brood scheuren. Kijk eens. Je moet een beetje begonnen, hè? Ja, hartstikke. Een beetje begonnen is. Wordt een beetje helemaal Bourgondisch. Zo. Ja. Het is, zeg maar zeggen, echte oer Bourgondisch scheurbrood is dit. Hier, pak aan. Hier, hats. Kijk je uit dat je er geen grondbrood van maakt, schat? Vloerbrood, wat is dat? Lager. Dat is gewoon pils. Proost. Deze mag wel ook gewoon. Hoppakee. Aan de hertog Jan. Aan de hertog Jan. Reclame. Influenza. Zullen we maar gelijk beginnen met afwassen dan? Want we luisteren toch niet naar hem. Loop mee anders. Oh. Komt ie hoor. De man met de kip. Zo, die is kippie. Lekker hoor. Een saladetje bij.
bij de halve eentje. Nou, de hele avond zal aan meneer. En salade erbij. Ja. Dankjewel. Dank. Als we klaar zijn, dan gaan we in de kippenbak maken. Wil iemand ondertussen misschien nog wat drinken? Ja, zeker. En wat wilt u drinken? Heb ik wel. Ja, dat is helemaal jou, hè. 32 gram. Dankjewel. Luister naar mij, jongens. Sorry, zei je wat? Huh? Ja, wij moeten dus naar Arjan luisteren. Die is de tafelheer van vandaag. Ik heb een hele stapel afwas gezien daar. Ja. Dus die luistert meer dan een jaar. Ja. Het staat heel afgemoeid. Ja, dus. Maar tafelheer, begin eens met snijden dan. Ik geef jou opdracht om te snijden. Je geeft mij opdracht om te snijden. Wie is die man die het vlees snijdt? Jij bent toch een vegan? Hartstikke ja. Je moet even lekker door de brug te creëren. Precisie ook echt, hè? Geen veren meer van een kale kip, kan je die plukken? Is die kaal? Zo. Maar wel man, maar wel zo uiteraard. Ik doe maar wat, jongens. Ja, dat geeft niet. Dat leg genoeg. Kom je eruit? Ja. Hebt u die weer niet opgenomen? Niet opgenomen. Lekker handig. Opnieuw, haal even nieuw op af. Plak hem even in de neus. Ja, dan neemt hij op. Eet smakelijk. Nou, alle kinderen zijn net meegelokt naar het terras. Onder het mom dat ze wat krijgen. Maar volgens mij is het gewoon om ons rustig te laten eten. Want het is gelijk stuk stil, hè. We hebben even huis gehouden, zeg maar. We zijn nog niet klaar, maar ik laat even een tussenstand zien. Van onze foodporn. Er liggen nog meer restanten, karkassen. Soes heb het naast het bordje neergelegd. Oh, ja, ja, ja. Er ligt nog vlees in. Ja. Deze kant is nog eetbaar. Pak alsjeblieft wat je niet laten kan. Nee. Oh jawel. Pak lekker wat je hier. Voor jou. We moeten nog van dicht groeien. Oh, dat bedoel ik. Alsof het verse haring is. Hollandse nieuwe, kijk eens aan. En we hebben het net getest. Er zit geen fibo nieuw in. Als het goed is. Zeiden ze. Ik moet wel zeggen, ik had vanmorgen toen we hierheen gingen jeuk. En na het eten van die kip niet meer. Dus ik weet het zo. Wij zitten nog te eten. Heel smakelijk. Ja, precies. Maar om even, zal ik maar zeggen, de restanten te identificeren, even CSI. Dit was kip. Dat was salade.
En ook ergens aan. Maar aardappels hebben volgens mij wel allemaal op, toch? Oh, hier nog een paar aardappels. 12. Dus we hebben lekker ons best gedaan. En ik ga een beetje zo vorkje prikken van de vrouw. Oh. Hij was iets wat aan de droge kant. Maar de smaak was echt... jij vond het ook lekker, hè? Ook lekker snikkelen. Spoelen hem lekker weg, hè? Droog. Zo, die pakken we erbij. Hè. Proost. Lekker cola. Ja, dus ik ga zo gewoon over op de cola. Hoor. Ik slok hem iets te makkelijk weg. Je ook wel lekker mijn ijsklontje erin, hè? Kijk, doei kinderen, doei. Daar word je grote sterk van, zeggen ze toch? Dat is... Mij vroeg ons al af wat het kindermenu was. Nou, dat weten we nu dus. Precies. Kijk, en bij een... Wat zit er nog bij? Goed gerecht of soms ook een toet. Er zit een van de vloggen op een graanregel, Lully. Wat is het? Dit is een lekker appetijtje. En dan gaat nu een klein beetje vanille sausje overheen. Eerst ook een beetje. Lekker, mevrouw. Dan hebben we ermee gluren. Moet je even iets naar boven gaan. Gluren? Trouwens, van Trooitje niet zeggen. Is dat een Trooitje? Ja, Trooitje nee. Trooitje nee. Die is sausje lekker. Zoals Arjan dus net al zei, terwijl ik netjes stopte om door zijn verhaal heen te kletsen. Lekker appeltaartje. Met vanillesaus. En hij is bladerdeegje volgens mij, hè? Nee, dus we gaan het laatste stukje ook nog even lekker knutselen. De show is ondertussen begonnen. Kinderen zijn weggelokt om naar de show te kijken. Ideaal. Ideaal. Dus we gaan lekker aan de toet. Het is goed warm, jongens. Wat heet?